gaan nu weer kijken naar mijn verslag van de interrailtocht. De interrailtocht die ik met dokter Valentijn samen gemaakt heb door Europa. Een treinreis van Berlijn via Praag naar Wenen en van Wenen naar Venetië. En u ziet nu de beelden, prachtige beelden die ik met de vingercamera gemaakt heb. Zo mooie beelden van Venetië. En dit is het uitzicht van onze hotelkamer. Ja, dat is boffen. En dit is helemaal Venetië eigenlijk. Och, zo'n prachtige gondel die vaart in een sloot. Dus ja, het is nog een sloot. Wel een mooie sloot, maar het is een sloot. En hier gaan we op weg naar Piazza San Marco. Een van de mooiste pleinen van Venetië. En het mooie is, je ziet wel veel toeristen, maar de kracht eigenlijk van de alles overheersende en bedwelmende schoonheid van Venetië doet de toeristen nou verbleken, haast onzichtbaar maken. Kijk, oh god, ja, wat fijn. Het is wel stil op de terrassen omdat de prijzen nogal hoog zijn. Zie je, kunnen de mensen niet betalen. Wij lopen ook maar door. Kijk, en dan zie je hier de gondels. Je ziet de gondels, je ziet de mensen. En je merkt dat elk individu slechts een stipje is in het sprankelende schilderij dat Venetië heet. Dit zijn ook prachtige beelden van de onderkant van de brug. En onderkant wordt nooit gefilmd, maar ik vind dat de onderkant er gewoon bij hoort. Hier krijg je de neiging om even stil te zijn. Er wordt zoveel geluld in de televisieprogramma's dat je denkt, ja, why? Geniet. Geniet van de stilte. Kijk, hier komt een zieke boot aan. Ja? Jullie gaan naar een ziek persoon, hè? Ja. Maar dit is ook Venetië. Het Venetië van de melancholie. Het Venetië van de regen. En dan heb je altijd weer een troostpilsje. En moet je kijken met mijn vingercamera. Ik duik erin. Dat ik hou zo van details. Ja, kijk. Zo, Venetië in de regen. En hier gaan we op weg naar het Lido om te kijken wat er over is van het Hotel der Bern, waar Dood in Venetië zich afspeelde. En ik ga met mijn veercamera ga ik nu onder water. Ik laat hem zakken. Ik doe hem van mijn vinger af en ik laat hem zakken. We zitten onder water. We zitten onder water. Wat spannend, hè? We zitten onder water. En op naar het Lido. Ja. En dit is dan het hotel, tenminste wat er van over is, van het hotel Dood in Venetië, Hotel der Bern, waar Dirk Bogarde zo'n prachtige rol speelde, vervallen. Het zou in 2008 al hersteld zijn, maar het is totaal vervallen. Dit zijn verschrikkelijke beelden voor heel veel filmsterren die hier geslapen hebben. En ik wilde eigenlijk naar binnen, maar dat mochten we niet. Kijk, moet je kijken, wat triestig ook, hè. Zo'n prachtig hotel, zo historisch. Rot op, zei de bewaking. Ja, en dan heb je geen keus. En onderweg terug naar Venetië, van het Lido naar Venetië, ontmoeten we een soort Tatio. Kijk, en hij is weg van mijn camera. Ja, hij is weg van mijn vingercamera en hij gaat meteen zwaaien. Ja, ja. Ja, zwaai mij, hoor. Hallo. Close. Very close here. Ja, maar je mond is open. Ah. Ja. Ah. Ja. That's crazy. That's wild. And you think you're all here in this in Venice? Well, for now I'm just gonna stay here until I have work.
So definitely till November. Then in November we'll see. I don't know, maybe I wanted to work and then travel. But I play music and my band is recording an album now. So I may have to stay a little bit longer, like till December. And then December I want to go. En hoe heet je precies? Kun je dat zeggen? MarkCortez@yahoo.com. Oh, nou, misschien zien we elkaar nog wel. Ja, en dit zijn alweer de laatste beelden van deze bijdrage van onze interrailreis. U hebt geen trein gezien in deze aflevering, maar dat komt de volgende keer wel. En misschien gaan we het nog over de Biennale hebben. Dit is alweer ons uitzicht.